Vanuit heel Nederland gingen studenten en medewerkers van universiteiten vandaag naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingen van 1 miljard euro op het hoger onderwijs door het kabinet. Ook vanuit Nijmegen vertrok een grote groep. Een eerdere manifestatie in Utrecht kon niet doorgaan omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. In Nijmegen vertrokken om 10 uur onder meer 2 bussen met medewerkers van de Radboud Universiteit naar het Haagse Malieveld. Daar begon om 1 uur het landelijke protest. De toekomst wordt een hard verlaat. Ik hoorde bij de HAN dat er 2 keer zoveel studenten opgevangen moesten worden met 2 FTE minder. Dat betekent gewoon vacaturestop, dat betekent gewoon alle flexcontracten worden eigenlijk niet meer verlengd. Ja. Dus dan krijg je uiteindelijk een kaalslag. Eindelijk steeds meer mensen met burn-out, docenten met burn-out. Studenten krijgen slechter onderwijs, de kwaliteit gaat omlaag. Ja, dat moeten we niet willen. En die plannen worden nu gemaakt, dus we moeten het nu stoppen. Een bekend beeld. De afgelopen tijd zijn er meerdere lokale acties geweest. Een eerdere landelijke actie in Utrecht kon niet doorgaan omdat pro-Palestina demonstranten mogelijk zouden aansluiten. Vandaag een nieuwe poging om de 1 miljard bezuinigingen op onderwijs en onderzoek van tafel te vegen. Als eerste heb je natuurlijk langstudeerboete. Ja, ik hoef niet te vertellen dat op het moment dat ik een 3000 euro boete krijg, heb ik gewoon gigantisch probleem. Ten tweede bezuinigingen. Ja, ik weet niet precies wat de impact van mijn studie gaan zijn. Die worden gewoon niet vrijgegeven. Dus in die zin gaat het natuurlijk directe impact hebben op mijn studie en wat ik wil leren van deze studie. Dat is toch wel echt vervelend. Ook vanuit andere delen van Gelderland zijn studenten, docenten en medewerkers op pad. Op het Malieveld komt iedereen samen. De Nijmegenaren zijn blij met de opkomst.